Interruptie van mevrouw Kaag, D66. Het is een vraag aan de heer Eertmans. Want u begon, u startte inderdaad met, denk ik, refererend aan een opmerking van de heer Remkens, de informateur, over een evaluatie natuurlijk. Het proces heeft al lang geduurd. Ik ben benieuwd naar uw ideeën. Ik ken bijvoorbeeld het Israëlische systeem heel goed. Een informateur krijgt een maand. En er is ook een kiesdrempel, zoals in andere landen. Als je kijkt naar de versplintering in dit parlement, dan kan ik me zo voorstellen dat bij een evaluatie ook de gedachte opkomt, maandlang, sneller systeem en een kiesdrempel. Ik ben geïnteresseerd in uw gedachten, maar ook de bijdrage aan het debat om dit met z'n allen vorm te gaan geven. De heer Eertmans. Ja, ik hoop niet dat u het ene met het andere te maken vindt hebben, want volgens mij lag het niet aan de kleinere partijen dat dit allemaal zo vreselijk lang geduurd heeft. De kiesdrempel ben ik niet zo voor. Op dit moment. Ik los van onze eigen partij. Nou, in de peilingen staan wij redelijk boven de drempel misschien die u in de gedachte heeft. Maar ik ben meer wat mevrouw Van der Plas er eerder over zei. Het is denk ik ook weer een hele mooie kleur lokaal van wat we hier hebben in dit land. Met vele partijen waar kiezers zich thuis kunnen voelen. En ook weer op af kunnen haken en weer kunnen overstappen. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Mevrouw Kaag. De openheid. U beantwoordde naar mijn verwachting. Ik denk dat een kiesdrempel een heel belangrijk element wordt in een versplinterd politiek landschap voor een vervolgdebat. Dank. Ja. Dank u wel, meneer Eertmans. Dan geef ik het woord aan de heer Van der Staaij van de SGP. De heer Van der Staaij. Ja. Ik moet ook nog even bijkomen van de kiesdrempel van D66. Ik herinner me ook nog dat ze op 3 zetels hier in de Kamer binnenkwamen. Dus ik vind dat we dat soort partijen ook de gelegenheid moeten bieden voor doorgroeien. En daarom zou ik niet voor een kiesdrempel zijn.